Hoe maak je snel een samenvoegdocument in Profit en waar sla je het document op in het dossier? Ik laat je in deze video alle stappen zien. Je hebt alle belangrijke gegevens voor een e-mailing of brief al in Profit staan, zoals de naam, adresgegevens en het e-mailadres. Profit werkt samen met Word, waardoor je makkelijk een samenvoegdocument kunt maken. Gegevens exporteren en samenvoegen in Word hoeft dus niet meer. Je voert alle stappen uit in Profit. Hierdoor weet je zeker dat alle gegevens up-to-date zijn en dat je niet met bijvoorbeeld verouderde adresgegevens werkt. Je bepaalt zelf of je het document wilt mailen, printen en het wordt ook nog eens opgeslagen in het dossier. Ik neem je mee in Profit. De basis van je document wordt gevormd door een documentlayout. Dit is een Word-document met de door jou opgestelde tekst en velden uit Profit. Via Algemeen ga ik onder Uitvoer, Beheer naar Document. In Profit leveren we al een heel aantal standaard documentlayouts mee. Deze documenten kan je gebruiken als schabloon voor een eigen document. We gaan een documentlayout maken voor medewerkers die een salarisverhoging krijgen. Daarna kan je het document in één keer aanmaken voor alle betrokken medewerkers en dit wordt automatisch bewaard in het medewerkersdossier. Dezezelfde methode kun je ook gebruiken om documenten aan te maken voor bijvoorbeeld organisaties of verkooprelaties. Ik zoek even het lege schabloon erbij en deze kopieer ik. Als ik bij een document dossier tussen haakjes zie staan met een omschrijving, dan kan je het document vastleggen als dossier-item. Als je dit wilt, maak dan nooit een nieuw document aan, maar kopieer altijd een Profit-document. Ik wijzig de omschrijving naar salarisverhoging en vul optioneel de toelichting. Wanneer je dit gedaan hebt, voltooi je de wizard. Je komt direct in de eigenschappen van het document, maar voordat ik deze nu helemaal ga opmaken en hier tijd in ga steken, check ik eerst of de documentlayout te gebruiken is. Hiervoor ga ik even naar HRM en ga ik onder medewerker naar medewerker. Ik selecteer gewoon even de eerste medewerker en klik op Acties, Dossier Items. Hier kies ik even de uitgaande post, selecteer ik, klik op Volgende, nog een keer op Volgende. Hier geef ik even een onderwerp mee. Ik wil hem graag e-mailen. Ik klik nogmaals op Volgende. En hier kun je het document in de bijlage toevoegen. Je ziet dat mijn document erbij staat. Dat betekent dat hij goed is gegaan. Mocht hij er nou niet tussen staan, dan kan het zijn dat je hem op een verkeerd document hebt gebaseerd. Ik sluit het alles even af, want ik hoef dit namelijk niet aan te maken. En ik ga terug naar de eigenschappen van het document. Je ziet dat er automatisch al enkele gegevensverzamelingen aan zijn gemaakt. Het hoofddocument medewerker en nog twee gegevensverzamelingen van dossier en afzender. Ik dubbelklik even op medewerker. Standaard worden er al een heleboel velden toegevoegd. Ik wilde je nu even niet verwijderen, dus ik klik op nee. En mijn gegevensverzameling wordt geopend. Het adres ontbreekt nog wat mij betreft, dus die wil ik graag gaan toevoegen. Ik open medewerker. Nog een keer open ik medewerker. Hier open ik persoon. Automatisch opent hij al contactpersoon. Daar ga ik naar het postadres. Ik klik op adressering. Hier heb je een aantal manieren van adresseren. Ik neem het adresvoorbeeld, want daar staan alle gegevens in één veld. Die voeg ik toe. Je hebt natuurlijk ook nog het nieuwe salaris nodig, maar dat veld zoeken we later op. Ik klik op voltooien en het veld is toegevoegd. Vervolgens kunnen we het document gaan opstellen. Dit doe je onder acties. En hier klik je op ontwerpdocument. Het document is klaargezet. Ik ga vervolgens onder algemeen naar uitvoer mijn bestanden. En hier zie ik hem inderdaad staan. Ik dubbelklik erop, sla hem vervolgens even op. Ik open mijn verkenner. Ik had hem opgeslagen onder documenten. En ik open mijn document. Wordt het document nou niet geopend in Word bij jullie? Kijk dan even of de PCC goed geïnstalleerd is of gekoppeld is. Je ziet direct dat je een extra tab hebt en dat is Profit document. Staat deze er niet, dan is er ook ergens iets verkeerd gegaan in de koppeling. Ik begin hier op de eerste regel met mijn plaatsnaam. En vervolgens voeg ik hier een datum toe. Die vind ik hier onder invoegen. Kan je hier datum en tijd bepalen. Ik wil dat het staat op Nederlands.
En dan wil ik graag het volledig uitgeschreven. Deze en zijn geheel ga ik rechts uitlijnen. Oké. En ik geef een enter. En dit wil ik weer links uitlijnen. Nu ga ik naar Profit document. En hier ga ik een veld toevoegen. Nou, ik had hem toegevoegd onder medewerker. Allereerst wil ik graag dat de initialen, voorvoegsel en achternaam erbij komen te staan. En daaronder, als ik een enter doe, wil ik graag dat mijn adresvoorbeeld getoond wordt. Ik klik op wat enters en ik start beste. Daar wil ik een voornaam, voeg ik weer het veld toe. En hier pak ik alleen de voornaam. Ik zet een komma. Nu komt een algemeen stukje tekst, dus dat typ ik helemaal uit. Vervolgens sla ik weer een paar regels over en doe ik een ondertekening. En ik sluit af met de naam van de afzender. Hier kun je eventueel ook nog de functie aan toevoegen of iets anders wat je graag zou willen. Ik heb nu een begin gemaakt van deze opzet van dit document. Maar je kunt ook extra gegevens toevoegen via een subdocument. Dit kan bijvoorbeeld een lijst zijn met gegevens, maar in dit voorbeeld beperk ik me tot het nieuwe salaris. Nou, ik laat Word even openstaan en ik ga terug naar Profit. Ik ga weer even naar de eigenschappen van het document. En een subdocument is altijd gekoppeld aan een ander document, in dit geval het hoofddocument. Ik zorg dat deze geselecteerd staat en ik klik op Nieuw subdocument. Dit is het geval, dus ik klik hier op ja. Hier zoek ik op salaris. En ik wil medewerkers salarissen inclusief autorisatie. Ik klik op volgende. Je zou hier eventueel nog de omschrijving aan kunnen passen. Ik laat hem nu even zoals die is. En ik klik op voltooien. Je ziet dat de gegevensverzameling geopend wordt en de benodigde velden zijn hier reeds al aanwezig. Dus ik klik op volgende. Wat ik wel wil, is dat er een filter op komt, omdat we het hebben over toekomstige salarissen. Ik leg daarom een filter vast op begindatum salaris. En deze moet groter zijn dan vandaag. Dus hier kies ik voor groter dan. Dan gebruik ik de tag vandaag. En nu ik deze filter heb toegevoegd, klik ik op voltooien. Je ziet dat het subdocument is toegevoegd. Belangrijk is dus dat deze ook gekoppeld wordt aan het hoofddocument. Dus ik selecteer deze en klik op koppel subdocument. Ik pak hier het veld medewerker uit het subdocument. En hetzelfde doe ik uit het hoofddocument. De koppeling is nu gelegd en ik klik op voltooien. Nu gaan we het subdocument ook daadwerkelijk toevoegen in Word. Ik ga weer terug. Omdat ik de gegevens gewijzigd heb, klik ik hier onder Profit document op vernieuwen. Je ziet dat subdocument is toegevoegd, of in ieder geval dat je die nu kan aanklikken. Dat klopt, want die heb ik natuurlijk toegevoegd. Als ik deze selecteer, zie je inderdaad hier dat medewerkers salarissen, zoals ik die genoemd had, terugkomt in het document. Zet je cursor neer op de plek waar je het subdocument wilt toevoegen. Dit wil ik hier tussen de regels hier. Ik klik op subdocument en je ziet dat er blauwe markeringen worden toegevoegd. Nou, hier tussen komt de tekst van het subdocument. Een belangrijke tip is dat je soft enters gebruikt. Eigenlijk is dit alleen noodzakelijk wanneer je een tabel gebruikt. Maar het is handig om binnen subdocumenten jezelf aan te leren om altijd een soft enter te gebruiken. Ik voeg hier een tekst toe. Vervolgens wil ik graag hier het daadwerkelijke salarisveld hebben. Je kan hier onder veld medewerker naar het subdocument. Hier voeg ik het veld salaris toe. Ik zet er een punt achter en maak mijn standaardzin af. Ik pak vervolgens ook nog even de begindatum erbij. En nu is de brief klaar. Deze bewaar je door te kiezen voor opslaan in Profit. Ik ga nu terug naar Profit. Binnen de eigenschappen van het document klik ik op opslaan en sluiten. En vervolgens wil ik laten zien dat je het document kan genereren en tegelijkertijd kan insturen als dossieritem. Ik laat het eerst zien bij één medewerker. Hiervoor ga ik onder HRM via medewerker naar medewerker. Ik pak even een willekeurige medewerker erbij. Ik ga naar het tabblad salaris. En voeg hier een nieuw salaris toe en die gaat even volgende maand in. En wanneer ik dit heb toegevoegd, klik ik op voltooien.
Vervolgens ga ik naar het tabblad Dossier. Hier klik ik op Nieuw. Ik maak hem aan van type uitgaande post. Ik klik op Volgende. Dit is verder even niet van toepassing. Ik geef een onderwerp mee. Klik op Volgende. Ik bepaal het doel. Ik wil graag dat deze ge-e-maild wordt en vast wordt gelegd in het dossier. Ik klik op Volgende. En vervolgens kan je het document in de tekst of het document als bijlage versturen. In dit geval zal ik hem als bijlage versturen. Ik zie hem hier inderdaad staan, de salarisverhoging. De afzender is Kees Zandbergen. Klik nogmaals op Volgende. Je zou hier nog eventueel een inhoud van het bericht kunnen weergeven. En wanneer alles naar wens is, klik je op Voltooien. Je ziet dat het nieuwe dossier-item nu in het dossier staat. Je kunt het document ook voor meerdere medewerkers tegelijk genereren. Dit doe je vanuit een weergave. In dit geval de weergave medewerker in dienst. Ik sluit dus even de eigenschappen van Floor. En ik heb alvast een salarisverhoging vastgelegd voor iedereen met de functie controlling. Ik ga even terug. Ik klik even op Ctrl-S. En hiermee selecteer ik alle medewerkers. En vervolgens klik ik op dossier-items. Er wordt aangegeven dat het enige tijd in beslag kan nemen, maar dat maakt voor mij nu heel even niet uit. Ik klik nogmaals op uitgaande post. Ik klik op volgende. Ik geef ook hier dezelfde omschrijving mee. Het is nu belangrijk dat je het vinkveld afzonderlijk per bestemming vastleggen aanzet. Hierdoor wordt elk document apart bij de bestemming, in dit geval dus de medewerkers, vastgelegd. De rest van de stappen zijn hetzelfde. Ik klik op volgende. Deze wil ik ook weer e-mailen. Klik nogmaals op volgende. En ook hier kan je gewoon het document in de bijlage toevoegen. Je geeft een afzender op. Ik klik op volgende. Hier zie je het voorbeeld en ik klik op voltooien. Het dossier-item is nu gegenereerd voor alle drie de medewerkers. Ik zal ook even de eigenschappen openen. Ik ga hier naar dossier. Je ziet inderdaad dat deze is aangemaakt. Een mailing aan een groep medewerkers heb je zojuist gemaakt. Je kunt dezelfde werkwijze natuurlijk gebruiken voor in allerlei situaties. Zo kun je bijvoorbeeld ook medewerkers mailen over een update of alle organisaties als je gaat verhuizen. Succes met het maken van je eigen documenten!